In de afgelopen week deden centrale bankiers op verschillende continenten weer van zich spreken. Dat betekent waarschijnlijk beweging op de verschillende markten en dus kansen voor u als belegger. Allereerst de Bank of Japan. Die heeft een nieuwe president en die heet Kuroda. En Kuroda gaf tijdens zijn eerste persconferentie een behoorlijk ingrijpend pakket aan maatregelen, kondigde hij aan. Natuurlijk is het al zo dat de president Shinzo Abe had aangegeven aan monetaire verruiming te zullen doen om inflatie te creëren, maar Kuroda gaf nu aan dat pakket te gaan verdubbelen. Tot maar liefst 7,5 biljoen Japanse yen per maand wordt er straks aan obligaties, en niet alleen obligaties, maar zelfs ook onroerend goed en eventueel zelfs ETF's opgekocht. Het pakket wordt dus verdubbeld en om u een idee te geven, dat is ongeveer 75 miljard dollar per maand. Dat is een immens bedrag, zeker als je bekijkt wat er per maand ongeveer aan staatspapier wordt uitgegeven. Dat ligt ietsje boven de 100 miljard dollar. Ze gaan dus verder met monetaire verruiming en dat alles om de Japanse economie uit het slop te krijgen en van deflatie naar inflatie te gaan. Het pakket dat zal in elk geval 2 jaar duren, maar vandaag gaf Kuroda aan dat het zo lang zal duren als nodig was, zolang die inflatie maar op 2% terechtkomt. De Japanse beurs is al enorm opgelopen, maar de Japanse yen, de doelstelling natuurlijk, die is fors onderuit gezakt. Halfjaartje terug stond de dollar-yen nog 75, inmiddels staat die 100. En nu het interessante deel, als dit zo doorgaat, zal die dollar-yen wel gaan oplopen tot ongeveer 110. En dat betekent dus een mooie kans voor u als belegger. Dat waren de Japanners. Afgelopen week kwam ook de Federal Reserve naar buiten met nieuws. En in dit geval de notulen van de vergadering van het Federal Open Market Committee. Wat bleek daaruit? Dat er eigenlijk een meerderheid voor het beëindigen van QE3 is. Het pakket waarbij momenteel 85 miljard dollar in de maand in de economie wordt gepompt door bijvoorbeeld obligaties of mortgage-backed securities op te kopen. De Amerikaanse economie toont sterke tekenen van herstel. De huizenmarkt trekt aan, de economie groeit, 14 kwartalen op rij al groei. En de werkloosheid is aan het zakken. Momenteel 7,6%. En er gaan dus stemmen op om QE3 te beëindigen aan het einde van dit jaar. Toch denken wij dat dat nog wel eventjes zal duren. Namelijk pas als de werkloosheid onder de 7% komt, zal de Federal Reserve stoppen met dit pakket. Er zal overigens geleidelijke afbouw plaatsvinden. Wat kun je hiermee als belegger? Als de Federal Reserve zich terugtrekt als opkoper van bijvoorbeeld US Treasuries, dan zal dit een koersdaling van de Amerikaanse staatsobligaties tot gevolg hebben. De rente op Amerikaanse staatsobligaties zal dus oplopen. En ten derde hadden we natuurlijk Mario Draghi. En Mario Draghi die zei op zich niet zo heel veel bijzonders. Maar wat is wel interessant, de Europese economie of de economie van de eurolanden, die is nog steeds niet aan het groeien. Sterker nog, Mario Draghi gaf aan dat de groeiverwachting nog een beetje vooruitgeschoven wordt en hij pas aan het einde van dit jaar, begin volgend jaar, voor het eerst tekenen van groei ziet. Daarnaast is de inflatie teruggezakt tot 1,7%. En zoals u weet, de ECB heeft als doelstelling prijsstabiliteit van de euro. 2% inflatie, dat is in principe het streven. Daar zitten we momenteel onder en dat betekent dat samen met de zwakke economie er ruimte is voor een rentedaling van 0,75% naar 0,5%. Die zal die hoogstwaarschijnlijk voor de zomervakantie nog implementeren. Wat betekent dat? U zou natuurlijk kunnen denken, dan moet ik inspelen door obligaties te kopen. Maar verstandiger is het gezien de risico's. Lower for longer, dat is de huisvisie van RBS. Gezien de risico's op obligaties, niet in obligaties te beleggen, maar juist te kiezen voor aandelen. Aandelen bieden een beter potentieel en met name aandelen die exposure hebben naar landen buiten de EU.